eigenlijk is het schrijven van een boek een heel erg persoonlijk proces, voor mij in ieder geval. En ik heb het geschreven in eerste instantie voor mezelf. En het leuke is dat er ook nog heel veel mensen zijn die het dan niet ook willen lezen en niet interessant vinden. Nou, ik was eigenlijk gewoon nog helemaal niet klaar met schrijven met het eerste boek. Dus de laatste letters in mijn eerste boek zijn ook gewoon het vuur brandt in mij om verder te gaan. En dat is ook echt wat ik ervaren heb. Dus ik weet wel dat ik die punt heb gezet, want een punt zetten is echt vreselijk belangrijk als je een boek schrijft, kan ik je vertellen. Maar ik wist ook van, nou, dit is het voor dit moment. Maar ik voelde al meteen dat ik eigenlijk verder wilde. Eerst zat ik ook op een ander spoor en dat is het niet geworden. Dat voelde voor mezelf ook helemaal niet goed. Mm-hmm. Het is uiteindelijk één hoofdstuk geworden in mijn tweede boek. Mm-hmm. Dus geen heel boek. Het ging over wat laat je dan zien van jezelf. Ik dacht, nou, logisch vervolg. Hè? Vanuit mijn hoofdgedachte, logisch vervolg. Daar kreeg ik ook veel vragen over. Maar dat is niet mijn stijl. Want ik wil namelijk niet vertellen hoe het moet. De boodschap van mijn boek. Ja, wat ik wel leuk vind is dat het eigenlijk twee kanten heeft. En die twee kanten die heb ik zelf ook. Die aan de ene kant die zachte kant van dicht bij jezelf blijven en vanuit daar keuzes maken. Maar ook de zakelijke toepassing daarvan. En dat vind ik altijd het mooie als dat bij elkaar komt. Het persoonlijke en het zakelijke. Ik heb het boek niet specifiek met een groep mensen in mijn hoofd geschreven. En ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde mensen zijn die die titel aanspreekt. En dat zijn denk ik veelal ondernemers. Ik hoop eerlijk gezegd wel breder dan dat. Dus ik denk dat ik binnen het bedrijfsleven hier heel veel mee kan bereiken. Ik kom zelf natuurlijk uit het bedrijfsleven. Ik heb daar jarenlang in loondienst gewerkt. En ik zie dat heel veel keuzes die gemaakt worden binnen bedrijven niet voelbaar genoeg zijn voor zowel medewerkers als klanten. En daar zou ik ook graag een rol in willen spelen. Ik denk dat het heel eenvoudig te lezen is. Dat krijg ik ook veel terug van mensen. Ik ben eigenlijk helemaal geen lezer, maar jouw boeken heb ik binnen een dag uit. De eerste keer dan. Met spreken trouwens heb ik daar mijn stijl ook benoemd. En dat noem ik luchtig met een onderhuidse diepgang. En zo zit dat boek eigenlijk ook in elkaar. Dus als je, met name als je meerdere keren gaat lezen, waar het ook heel erg toe uitnodigt, omdat het allemaal korte teksten zijn, veel kleur, veel foto's, nodigt het ook uit om meerdere keren te lezen en dan elke keer kom je een tandje dieper in wat je erin ontdekt.